ik jullie kijken naar deze nieuwe tweede deel van deze weekvlog. Zoals jullie gisteren hebben kunnen zien, heb ik zojuist de afgelopen paar dagen van de weekvlog geëindigd. Daar ga ik een aparte video van maken en ik ga nu beginnen aan mijn tweede deel. Het is misschien hier nog steeds woensdag. Het was gisteren woensdag, daar eindigde ik en het is nu nog steeds woensdag. Ik pak hem gewoon op waar ik gebleven ben. Ik was naar boven gegaan en ik zit nu hier. Ik ga nu ook gelijk de vlog editen. Dan heb ik gelijk nog even wat te doen. Ondertussen ga ik op mijn andere laptop, deze, de kleine, ga ik wat YouTube video's kijken. En kijken of er wat andere leuke dingen te zien zijn. En tegelijkertijd even lekker editen. Ik wacht trouwens nog steeds op een pakketje. Als je de afgelopen week nog hebt kunnen zien, dan heb ik verteld dat ik vandaag een rood hoesje in de brievenbus gepropt krijg. Oh wacht, daar is de... Ik zie de postbode, daar is die. En ik zie dat hij een rood doosje heeft. Of wit, ik weet niet. Een van de twee. Maar goed, hij staat daar wel. Kijk jongens, hij staat daar. Ik ga het jullie laten zien. Daar staat onze postbode. Yay, dat betekent dat hij hier zo binnenloopt. Ja, voor de deur loopt. Leuk, ik ben benieuwd. Ik wou dus heel erg lang al een rood hoesje. En ik kom dus vandaag binnen. En een glasplaatje. Nee, straat. Want ik heb dus gisteren op zijn plein een glasplaatje op mijn scherm laten zetten. Want die was dus helemaal kapot. En ik wil graag geen nieuwe extra erbij. Dus die heb ik gelijk besteld gisteren. Voor het geval ik straks weer in één keer mijn telefoon laat vallen. Mijn glasplaatje kapot is. En ik in één keer verplicht een week lang zonder glasplaatje loop. Dat vind ik echt niks jongens. Ik moet echt wat op mijn scherm hebben. Maar ik zit dus te bedenken om Amazon Prime Video aan te schaffen. Want daar staan super gave dingen op. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ik heb Videoland vandaag opgezegd. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga een account aanmaken. En dan ga ik waarschijnlijk een account aannemen. Ik ben benieuwd. Oké, jongens. Als je de afgelopen vlog hebt gezien, dan heb je kunnen weten dat mijn rode hoesje binnen is. I love it! Ik vind hem zo tof. Ik heb nu deze als favoriet. En ik heb deze. Die marmer. Die vind ik nog steeds heel tof. Maar hij is hardcase. En voor het werk vind ik het sowieso dit een slecht idee. Als ik mijn telefoon laat vallen is en deze stuk. En mijn telefoon. Want de bovenkant en onderkant zijn natuurlijk helemaal niet dicht. En met deze wel. Dus ik ga deze gewoon lekker omhouden. En ik vind die kleur zo leuk. I love it. Ik zou er bijna nog gewoon 3 willen bestellen. Ik hou zo erg van rood te laten zetten. En hoe cool. Je zou het misschien niet vaak doen. Maar ik heb een rood hoesje. En ik heb een... Ik heb een paarse achtergrond. Heel gek. Maar wel heel tof. Ik ga naar beneden. Ik heb even lekker op bed gechilled. Voor een ventilator. Ik ga ook de plafondventilator nu aanzetten. Ik heb hem nu even uitgezet. Omdat ik het dan toch wel wat fris kreeg. Maar ik ga even sokjes aan mijn voeten doen. Even kijken waar ik die heb neergelegd. Oh hier, die felroze sokjes. En ik ga gelijk even mijn outfit klaarleggen voor morgen. Het lijkt me wel gelijk een goed plan. Ik heb er geen zin in een lange broek morgen, maar ik ga het wel doen. Ja, zullen we het maar gewoon doen jongens? Ik denk dat we het maar gewoon lekker gaan doen. Dit valt trouwens allemaal uit mijn kas. Ook allemaal niet de bedoeling. Maar het gebeurt wel. Ik wil een grijze lange broek aan doen. Of zal ik eerst mijn blauwe doen? Nee, ik ga deze denk ik lekker voor vrijdag houden. Met een wit shirt, een zwart shirt of zo. Kijk wel even. En ik doe morgen mijn grijze broek aan. Ik ga dit allemaal even hieronder. Wacht, dit is ondergoed. Oh. Alles ligt weer helemaal niet goed. Dat ga ik gelijk even goed leggen hier. Ondergoed moet hierin. Wat is dit? Oh, oh, oh. Alles valt naar beneden. Dit zijn zwarte t-shirts. Nou ja, één voordeel. Die trek ik nu voorlopig toch niet aan met het warme weer. Dan krijg ik die hierin gepropt. Even. Ik heb geen zin om het op te vouwen en op te ruimen. Dus ik gooi het maar gewoon even hierin. Dus een pyjama broek. Die heb ik ook helemaal niet nodig. Dit zijn die twee leggings. Die leg ik wel hier neer bij mijn broeken. En dit is een zwart kort broekje. Die leg ik hier ook wel even bij. Oh, oh, oh. Die leg ik dan wel hier neer. Ook goed.
Ik doe dit t-shirtje denk ik morgen aan. Ja. Deze hier. Zo. Hoppatee. Nou jongens, mijn outfit van morgen. Grijze broek. En dit heel dunne blauwe shirtje. Saaiste outfit ever. Ik zou bijna zeggen ik trek een topje aan morgen, maar ik denk niet dat dat mag. Dat denk ik dan tenminste, ik weet het niet zeker. Dus wat ik ook kan doen is deze, maar ik weet niet of dat onder een topje valt of niet. Ik ga het even pakken. Ik zou bijna zeggen laat het in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Dit hier. Maar ik kan dit dan beter houden voor vrijdag. Want dan wordt het heel warm. En dan kan ik eventueel gewoon die aan doen. Dus die leg ik hier apart. Ik doe morgen dan wel gewoon voor het ochtendje alleen even een t-shirt en een broek aan. En als mijn broek morgen schoon is, want ik kleed mijn top om als ik thuis ben, doe ik die broek ook nog aan de dag daarna. En dan met dat gele shirt. Helemaal top, dat gaan we doen. Die bij haar gaat niet hier, maar die gaat even in de kast terug. Dit gaat ook in de kast terug. Jongens, mijn outfit, alles ligt alweer klaar voor morgen. Dus dat is helemaal top. Ik ga mijn sokjes aandoen en dan ga ik even aan het eten beginnen beneden. Want ik moet nog aardappels schillen. We hebben er wel vlees uitgegooid. Mijn moeder had geen trek in warm eten. Ik nu onderhand ook niet meer, om heel eerlijk te zijn. Maar we moeten toch wel wat eten. Dus ik denk dat ik gewoon, misschien dat we de aardappels overslaan. Dat we gewoon zeggen, joh, ik weet trouwens niet of we komkommers hebben. Ik ga even kijken. Ik ga iets in elkaar verwassen deze avond. Oké, goed. Dus we hebben tijd voor een I don't care en een I don't shame loopje. Ik loop gewoon in pyjama buiten, jongens. Ik moet even vuil wegbrengen, dus dat ga ik niet doen. Maar het is wel echt heel warm aan het worden. Nog steeds is het heel warm. Maar wat ik dan zeg, ik loop hier gewoon zonder BH in een pyjama setje. Gewoon op straat. Ik heb er erg schijt aan. Mama zei al, ga je zo naar buiten? Ja. Ik heb er erg schijt aan, jongens. Waarom moeten we altijd bij hazen dingen aan? Dat hoeven we helemaal niet. We zijn niet verplicht. Nou, voilà. Dat is weer gebeurd. Ik heb trouwens mijn heuptasje even omgedaan, anders heb ik geen handen vrij. Maar die is wel echt heel erg fel hoor, jongens. Ik vraag me nu nog af of dat wel een goed idee was om deze kleur te nemen en niet gewoon zwart. Maar goed, dit is ook wel weer eens leuk. In ieder geval loop ik er charmant bij. Maar wat ik al zei, ik heb daar echt gewoon serieus scheid aan. Voorheen zou ik dat echt nooit doen hoor. Maar nu denk ik echt, nou, boeien. Waarom moeten we altijd de BH aan? Waarom moeten we er altijd goed uitzien? Boeit me echt niet. Kijk, ik zou misschien niet zo naar een winkel gaan, maar anders zou ik daar best wel gewoon schijt aan hebben ofzo. Ik zou dat anders ook niet echt erg vinden ofzo. Dus ja, nu loop ik weer lekker naar huis toe. Het is nog steeds, wat ik al zeg, super warm weer. Dus ik ga ook zo meteen gewoon lekker binnen zitten. En niet buiten. Het is echt niet te doen. Goed. Allemaal leuke raarheid. Ik heb net mijn skincare gedaan. Toen dacht ik in één keer, dit had ik gewoon even aan jullie moeten laten zien. Dus dat ga ik even gauw doen. Ik zie jullie even hier neer. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gebruikt. Ik geef alles neer. Die. En die. Nou, ik heb mijn gezicht allereerst gewassen in de douche net met deze. Dit is de Garnier reinigingsgel. Super fijn. Gebruik ik echt elke dag, ook 's morgens. Daarna heb ik net een micellairwater gebruikt om de overige restjes weg te halen. Zoals je misschien dat stickertje kan zien. Deze van de Primark. Normaal gebruik ik die van Garnier, maar die was op. En ik had deze gehaald om onze travel flesjes te vullen voor de vakantie. Dus ik dacht, ik had hier nog van over. Ik denk, weet je, ik ga dat gewoon eens opmaken voor ik een nieuwe haal. Dan heb ik ook nog een dagcreme daarvan. Dat is deze. Maar, die crème... Die
gebruik ik niet zo heel veel. Deze heb ik wel om de potjes ook te vullen. Maar ik gebruik of deze crème. Die is ook heel fijn hoor trouwens. Of ik gebruik, die heb ik nu ook op. De Garnier Skin Active 3-in-1 Skincare Masker. Dit is een masker, een dagcrème en een nachtcrème. Als je een dikke laagje van opsmeert, heb je een masker. Dan moet je hem daarna afwassen. Of je doet een dunne laag op de dag of de avond. En deze heb ik nu ook op. Deze blijft ook best wel lang vettig. Deze droogt heel snel in eigenlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik zet die daar gewoon terug. En wat ik dan 's morgens ook nog wel eens doe, vooral 's morgens, is voordat ik de toner doe op mijn gezicht, wil ik deze nog wel eens doen. Dat is de 2-in-1 melk en tonic lotion, ook voor je huid. En deze vind ik echt heel erg fijn, want ik merk dat mijn gezicht hier heel erg van opfrist. Dus deze wil ik ook nog wel eens tussendoor gebruiken, maar die gebruik ik niet elke dag. Maar dat is eigenlijk alles qua skincare. Wat ik nu aan het doen ben, misschien ook wel even grappig om te vertellen. 'S Avonds, ik heb echt een tik gekregen erin dat voor mij 's avonds alles opgeruimd moet zijn, alles schoon moet zijn. Dus zo ook de badkamer. Ik heb deze net gebruikt. En dit was mijn washand waar ik me net mee heb gewassen in de douche. En voordat ik die echt in de was gooi, heb ik hem net nog eventjes ingesmeerd met Dettol. Dan ga ik nu eventjes langs de wasbak om het even een beetje schoon achter te laten. Want ik vind het vreselijk als het zo vies achter blijft. Ik weet niet waarom. Voorheen was ik nooit zo. Maar tegenwoordig vind ik het gewoon fijn als ik 's morgens wakker ben. Dat het gewoon echt helemaal schoon is. En fris. Dus ja, dat vind ik zeker omdat we de wasbak ook met z'n allen gebruiken. Deze gaat zo lekker in de was. Dan had ik net hier nog een... Ik had hier net een oud handdoekje liggen. Ik pak nu de handdoek wel die ik net gebruikte. Dan gooi ik die zo ook in de was. Die droog ik gelijk even af. En that's it. Oké, goed jongens. Het is een beetje aan de donkere kant hier. Ik heb geen zin om mijn lampen aan te doen. Want alle afstanden die in me liggen aan de andere kant van de kamer. Maar het is misschien wel goed ook. Want zoals jullie mij misschien wel kennen. Wacht, ik kan wel even mijn scherm aanzetten hier. Het geeft wel iets meer licht. Iets meer, soort van. Ik ga gewoon zo zitten met mijn laptop. Zoals jullie mij wel een beetje kennen, is het voor mij namelijk zo dat ik eigenlijk altijd mijn kleding aan slaap. Ik heb er een bloedhekel aan om zonder kleding te slapen. Jongens, ik kan jullie vertellen, misschien too much information, misschien niet. Ik vlog mijn dagelijkse leven, dus ik deel het jullie ook gewoon mee. Ik heb nu serieus alleen maar een onderbroek aan, want het is bloedheet. En het is veel te warm. Ik lig ook gewoon onder een laken. Het is veel, zo noem ik echt, veel te warm om kleding aan te hebben. Het is echt niet te doen. Het is niet lekker. Het is veel te warm. Ik heb de fan naast me neergezet. En ja, daar ga ik waarschijnlijk ook wel reacties op krijgen. Dat is niet goed. Ik weet het. Het is allemaal hartstikke slecht. En dit en dat. En I know. Maar jongens, ik trek dit anders echt niet. Ik overleef dit niet. Ik lig nu al met mijn benen buiten mijn deken. Het is echt niet leuk. Maar goed, in ieder geval. Ik ga proberen te slapen. Ik heb slaapmedicatie ingenomen. Ik heb zakjes ingenomen voor mijn darmen. Om dat wat rust te geven. En hopelijk gaan ze daar wel van werken. Maar qua pijn wat rust te geven. Want daar heb ik wel weer heel veel last van. Maar ik ga lekker mijn ogen dicht doen. Ik weet trouwens niet eens hoe laat het is. Ik ga dat eens even checken. Ik twijfel trouwens nog steeds of ik deze om moet doen. Of dat ik die paarse marmer om moet doen. Ik weet het niet. Het is trouwens 9:15. Het is nog hartstikke vroeg. Maar ja. Ik weet het niet. Ik ga gewoon al in ieder geval lekker slapen. Ik ben gewoon moe. Ik ga gewoon slapen. Ik vind het allemaal best. En ik denk dat ik deze toch omhoud. Want Chantal zegt ook al. Ze zegt, joh. Je moet die marmer gewoon voor net houden. Het is een hardcase hoesje. Waarschijnlijk één keer laten vallen en dan is hij stuk. En dat is wel zonde. Zie ik daar met deze rode gewoon lekker omhouden. Maar goed, ik ga lekker slapen jongens. Mij en hoesjes en tassen. Dat is echt een geval apart. Dat is ook echt een probleem bij mij. Maar goed, ik ga lekker slapen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag
donderdag. Ja, ik moet werken. Het is 4:45 of 4:46 's ochtends. Oh nee, nu onderhand bijna niet meer. Ik was om 4:45 al wakker. Ik werd wakker uit mijn eigen, ik kon niet meer slapen. Maar ik ben wel wakker. Ik ben dan 4:45 uit mijn bed gegaan. Ik dacht, ja, ik kan toch niet meer slapen. Toen ben ik mama gaan wassen en aankleden. Dus tada. Ik heb een blauw shirtje aan van New Yorker. Grijze broek van CNS. En grijze Rose Running Nike's. Die zitten lekker. En die kan ik zonder sokken aan. Dan krijg je geen stinkvoet in. Ze zijn lekker luchtdoorlatend. Dus dat is helemaal top. Dus ja. Dat is mijn outfit van vandaag. Lekker luchtig, simpel. Wel een lange broek. Maar goed. Ik heb koffie gezet. Ik ga even koffie drinken. Ik heb heel veel witte concealer op mijn ogen gedaan. En hoop dat ik zo een beetje wakker lijk. Oh, ik ben wel mooi jongens. Als je zo vroeg uit je eigen op moet. Niet chill. Goed. Ik zit lekker buiten. Ik hoorde mijn pa al wakker worden. Ik zat volgens mij onder de douche of zo, hoor ik. Dus ja, jongens, ik zit lekker buiten op deze vroege ochtend. Het is kom ik hier nou toch weer aan? Het zal wel. Nou, wat zou ik zeggen? Oh ja, het is nog niet eens 6 uur. Oh. Dus ik ben er lekker vroeg bij. Even lekker op TikTok kijken, op Instagram. Lekker wakker worden.